vond het leuk en ook weer niet leuk. Nou, raar, apart, maar ook echt heel leuk. Heel erg bijzonder dat je dit gewoon zo mee kan maken. Maar ik miste mijn vrienden heel erg. Ja, het was dus een gek jaar om op school te zitten. Zo gek dat het vastgelegd moest worden, vonden juffen Irene en Simone van OBS Meester Vos. En dus brachten ze vandaag feestend hun speciale coronamagazine uit. Eigenlijk dachten we van, dit is ook echt wel een jaar wat in de geschiedenisboeken terecht gaat komen. En nou ja, daarop voortbedurend eigenlijk gedacht, waarom maken we dan ons eigen geschiedenisboek niet van deze rare tijd? Het magazine heeft zo'n 70 verhalen van juffen, kinderen en ouders. Zo lees je dat het stiekem best lekker was om je les in pyjama te volgen. Maar ook dat mama soms strenger was dan de juf. En dat iedereen elkaar erg miste. Dat je elkaar niet zo kan zien, dan is het extra lastig. En het is toch gelukt. Ik denk, nou, chapeau. Ja, dat vind ik echt, ja. Juf Irene hoopt dat historici over 100 jaar misschien wel dit magazine zullen gebruiken voor onderzoek. Want vergeten zullen we die coronatijd niet zo snel, denkt ze. De kleinsten, bijvoorbeeld die net op school starten, die zaten ineens met een juf achter een schermpje. Ik weet zeker dat ze dat nog wel zullen herinneren als ze later groot zijn en denken van, wat was het eigenlijk raar. De kinderen van Meester Vos kijken ondertussen al uit naar een jaar waarin alles normaal is. Al willen ze vooral nog even dit tegen hun leerkrachten zeggen. Ik vind het heel goed hoe jullie lesgeven en hoe jullie plezier maken met ons. Ja, ik ben echt super trots op ze. Ik vind dat de juffrouwen het ook heel leuk wilden maken en het is ook goed gelukt.